In de eerste set haal je een heel hoog niveau, denk ik. Het wordt 6-6. Wat gebeurt er daarna? Ja, de conclusie is duidelijk. Hij speelde beter in het tijdperk. Ik sfeerde net iets minder, maakte iets te veel foutjes. En ja, dat is dan net het verschil waarom hij wel die tijdperk pakt. Maar tot 6-6 kun je niet anders dan tevreden zijn over je eigen spel. Misschien los van je service, maar voor de rest ging het goed. Nee, ik stond goed te spelen. Het waren lange games. Dat was echt vechten voor elk punt. En ik moet zeggen dat deed hij goed en dat deed ik goed. En ja, dat zijn misschien net een paar kleine momentjes waar ik wat foutjes maakte, belangrijke momentjes. Maar ja, ik heb op 5-5 kwam ik 15-40 en dan slaat hij gewoon een paar goede eerste serves. Ja, dat is zijn klasse. Als hij dat doet, dan dat is gewoon goed. Maar het is toch wel balen als je zo verliest. Ja, want in de tweede set wordt het heel snel 4-0 in een mum van tijd. Hoe verklaar je dat zo hard gaat ineens? Nou, misschien een lichtjes teleurstelling. Misschien ook een beetje dat de energie een beetje wegzakte. Want ik moet zeggen, de eerste set was 1 uur voor mij, 1 uur 10 minuten of zo. Dus je bouwt een bepaalde spanning op. En dan als de set voorbij is, dan ben je die spanning kwijt. En die moet je dan weer terug zien te krijgen. En dat duurde bij mij net iets langer als bij hem. En ik probeerde hem nog terug te knokken. En kwam nog een aardig end. Maar dat mocht helaas niet baten. Nee, je verliest in 2 sets. Is dit nou een frustrerende partij of een hoopgevende partij? Want de tegenstander staat veel hoger op de wereldranglijst. Nee, ik denk eerder een hoopgevende partij. Ik zie gewoon dat ik vooruit ga en ik zie gewoon dat ik met deze jongens dat ik mee kan en dat ik niet voor ze onder doe. En ja, het zijn gewoon hier en daar kleine dingetjes waar ik aan moet werken. En ik denk zeker dat als ik daar dit komend jaar aan ga werken, dat het wel goed gaat komen. Tot slot, hoe was het om in een stadion te spelen waarbij de mensen je steunden tot na middernacht? Ja, dat is natuurlijk altijd leuk. En ik ben ook blij dat die mensen allemaal nog tot laat zijn gebleven. Dat is natuurlijk toch bijzonder dat je om 12 uur, of ik weet niet hoe laat we klaar waren, nog later na middernacht, dat ze nog steeds zijn gebleven om te kijken. En dat waardeer ik enorm. En ja, dat bewijst me weer dat het Nederlands publiek je altijd kon steunen.